U staat op plaats 34 op dit moment van de lijst van CDA. Wat denkt u? Komt u nog hoger? Nou ja, het is nog een conceptlijst op dit moment. Dus in november, wanneer ons partijcongres is, dan weten we definitief de plek waar ik kom te staan. Maar goed, ook 34. Ja, er zijn natuurlijk nog allerlei kansen. Volgens mij zit het CDA aardig in de lift. En nou, zoals we dat in Twente gewend zijn, gaat het CDA een flinke campagne voeren. Dus wat dat betreft, niks is onmogelijk. En ik heb er ontzettend veel zin in om een mooi resultaat voor het CDA wat dat betreft te bereiken. Als u nu 10 plaatsen stijgt en CDA zou meedoen in de regering, dan maakt u nog een goede kans. Ja, dat klopt. Maar ja, zover zijn we natuurlijk nog niet. En voorspellingen zijn maar voorspellingen. En wat dat betreft staat alles nog open. Kijk, als je kijkt naar 4 jaar geleden, hoe het op het heetst van de strijd en vlak voor de verkiezingsdag uiteindelijk omhoog schoot in de peilingen rond VVD en PvdA, ja, is wat dat betreft ook op dit moment voor het CDA natuurlijk nog van alles mogelijk. Je kunt ook een voorbeeld nemen aan Pieter Omtzigt. Die stond helemaal onderop en nu staat hij op plek 4. Exact, daar zei ik ook al. In Twente zijn we echt gewend om goede campagnes te voeren. En nou, wat dat betreft met Pieter in ons team en zeker ook de andere twee kandidaten uit de westkant van Overijssel, ja, gaan we gewoon een hele mooie periode met elkaar tegemoet. Dus ik heb daar alle vertrouwen in. U bent ook eens een keer beste werknemer geweest of zoiets? Ja. Ambtenaar van het jaar was dat in 2014. Toen heb ik die publieksprijs gewonnen. En ja, ook toen heb ik natuurlijk even in de spotlights mogen staan. Klopt, maar ja, voor een totaal ander doel. Ja, ik heb het geluk wat dat betreft dat ik vanwege mijn werk natuurlijk een enorm netwerk heb. We hebben natuurlijk heel veel brandweermensen in Nederland die mij kennen gewoon vanwege mijn dagelijks werk. En wat dat betreft is er ook natuurlijk nog een hele mooie doelgroep wat dat betreft om in het kader van de verkiezingen te kijken wat ook zij voor mij kunnen betekenen. Want ja, goed. Nu doe ik het een en ander voor Almelo, maar straks doe ik het een en ander voor Overijssel en voor heel Nederland. Dus wat dat betreft, ja, ik heb er echt zin in.
gotta get up. Moet ik dan die hele baan rondrennen? Dat is 400 meter. Maar dat gaat in een paar weken is dat erover. En dan komen mensen los. En dan zijn ze ook niet meer bang om niet zo hard te gaan. Want ze merken dat anderen dat ook niet zo hard gaan. Maar het gaat steeds sneller en het gaat ook steeds beter. En daar worden mensen enthousiast van. In hoeverre wijkt nou de Almelo Allee af van andere wedstrijden? Nou, het is een parcours, met, ja, een heel wisselend parcours. Het is een parcours wat in de stad als het ware begint. En dan een stukje de stad uit en dan weer naar binnen. En je loopt buiten de stad, in de stad, met de gezelligheid van de stad. Het parcours is verschillend, de ondergrond is anders. En je hebt verschillende sporten tegelijk. Dus ook wandelen en fietsen. En het gaat echt om het bewegen. En het gaat niet om de topprestatie, want iedereen levert zijn prestatie. Ik vind het heel spannend. Ik loop best wel veel, maar ik miste een stukje training, een stukje techniek. En met die techniek hoop ik nog beter te lopen. En ja, dat is dus wat ik hier vind. Welke afstand ga je lopen? Ik denk 10 kilometer. Dus je zit direct al hoog in? Dat durf ik wel. Ik heb al eerder 10 kilometer gelopen, niet in wedstrijden, maar puur voor mezelf. En ik denk wel dat ik dat in een redelijke tijd ga lopen. Je krijgt van mij een open kaart voor iemand die dan mee mag doen aan de Almelo Allee. Wie zou jij die kaart willen geven? Mijn collega, Leandra Bosman. Die is voor zichzelf weer begonnen met lopen en doet dat hartstikke goed. Maar aarzelt er nog wat bij met meedoen aan loopjes. Laatst heeft ze met iets meegedaan en ik zou het zo leuk vinden om gewoon ook met haar samen die Almelo Allee te lopen. In het hart gaan. Wil je maar een kreetje geven? Wij zijn de markt aan het uitmeten voor de verplaatste markt. Wanneer is die markt verplaatst? Aanstaande donderdag de eerste keer. En dat wil zeggen dat is een verplaatsing met de kermismarkt. Dus daar staat nog niet alles zoals na de kermis. Na de kermis is de officiële verplaatsing. Wat vindt u van de plek van de markt hier? Het is onze derde optie. We hadden liever optie 1. Maar goed, wij gaan roeien met de riemen die we hebben. En dat is deze plek. We gaan hier gewoon het beste van maken. Wat vinden jullie van deze plek voor de markt? Een hele leuke plek. Echt. Ik hoop alleen dat die breed genoeg is. 2 jaar lang. 2 jaar, hè. Opening christelijke boekhandel. Direct al een grote belangstelling. Gelukkig wel, daar hadden we ook op gehoopt. We hebben er hard aan gewerkt om het nu zover te krijgen dat het vandaag open kan. En het is inderdaad een heleboel aanloop en daar zijn we heel blij mee. Bent u de enige in Almelo nu? De enige christelijke boekwinkel die de hele week open is, ja. Was er nou de behoefte aan een boekwinkel met christelijke boeken?
Ja, die behoefte was er zeker. We hadden die ervaring ook uit de lichtbron dat er genoeg mensen kwamen. Dus toen de lichtbron dichtging, zeiden we, ja, dat is toch wel heel erg jammer dat er niet een christelijke boekwinkel de hele week open is in Almelo. Dus hebben we gezegd, dan moeten wij dat oppakken. En dat doen we dus nu. Maar behalve boeken zie ik ook dvd's, ik zie sieraden, uiteraard de kruisen en zo. Verwacht u daar veel verkoop van? Ja, de cadeauartikelen, cd's, dvd's met christelijke inhoud, die lopen nog steeds gelukkig. En daar hebben we ook heel veel vraag naar. Maar u bent dus de hele week normale winkeltijden geopend? Ja, wij zijn van dinsdag tot en met zaterdag open vanaf 's morgens 9:30 tot normaal 5:30. En zaterdag gaan we een half uurtje eerder dicht. Ik heb vorig jaar al met Han Papen afgesproken van, goh, zullen wij een boekje uitbrengen? Hij vond het zelf ook een goed idee. En dus hebben wij, ik heb zo'n 200 columns heb ik geschreven. En toen zeiden we, nou oké, okay, als we er nou eens 100 uitkiezen. Nou, dat zijn er iets van 95 à 100 geworden, door de jaren heen. Die kunnen we dan mooi in zo'n boekje zetten. En dat is eigenlijk ter gelegenheid van mijn pensionering is dat uitgebracht. Verwacht u daar een hoge verkoop van? Eerlijk gezegd verwacht ik dat niet. Mensen zijn niet echt zulke lezers. Maar ik heb tegelijkertijd toch ook wel behoorlijk wat lezers gehad bij de Roskam. Die het leuk vonden om het te lezen. En daar is dan toch wel belangstelling voor. Ik heb altijd een economische rubriek geschreven. Dus het gaat over het economische reilen en zeilen in de maatschappij. Het gaat dus, zoals ik vandaag hier ook bij Zakelijk Almelo heb verteld, gaat het over ja, rijk worden. Hoe ga je met geld om? Hoe voed je je kinderen economisch op? Hoe ga je om met hypotheken? Maar ook heb ik wel geschreven over de grote economische ontwikkelingen. Nou, over dat soort dingen schreef ik. Nou, de winst gaat gewoon naar de Roskam. Maar goed, oké, okay, er moet eerst natuurlijk nog maar winst komen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we de Roskam, ik ben ze erg dankbaar dat ze het boekje uitgebracht hebben. En ik denk niet dat ze er echt veel geld mee zullen verdienen. Laten we eerst maar eens kijken of we gewoon uit de kosten komen. Het woord koster betekent eigenlijk bewaarder. Vroeger had je in de kerk heel veel bijzondere dingen. En die moest de koster goed opletten dat die in orde bleven. En nu zorgt hij ervoor dat alle spullen klaar zijn als de dienst is. Dat de microfoon het doet. Dat de dominee koffie krijgt. Want er is één die voor de dienst koffie krijgt. En dat is de dominee. En als er iets bijzonders gebeurt, zorgt hij dat het in orde is. Nou, daarom zijn we zo blij dat wij Koster Jurien in ons midden hebben, want die doet het zo goed. Jurien Witvoet, dat is een heel feest hier, hè? Ja, dat is zeker. En met hele onverwachte dingen. Het is natuurlijk sowieso een bijzondere plek om hier de normale kerkdienst te houden voor onze wijkgemeente van de Grote Kerk. Maar dus niet in de Grote Kerk vandaag, maar hier op Erve Pezi. Een bijzondere plek. En die bijzondere invulling van de dienst. Die eigenlijk toch wel voor een groot deel een verrassing was, of niet? Die was zeker voor een heel groot deel een verrassing. En zeker ook de muzikale begeleiding. Leden van mijn eigen orkest waar ik zelf ook in speel, waar ik trompet speel. Nou, we hebben vrijdagavond nog met elkaar gerepeteerd. En ik wist hier echt helemaal niets van. Verrassend. Prachtig. Ja, 25 jaar. Nou, dat is een end voor een koster, of niet? Nou, dat is zeker. Ik weet nog in 1991, toen ik de heer Jan van der Voet opvolgde als koster van de Exoduskapel, dat hij wel eens tegen me zei van ja, want hij was toen 25 jaar koster en kon meteen met de VUT. Dat hij toen tegen me zei van nou, ik weet niet of jij die 25 jaar vol gaat maken nog, want ja, met de kerkgang werd het toen ook allengs al minder. Nou, en dat heeft zich natuurlijk alleen maar doorgezet de afgelopen jaren. Maar goed, we staan hier 25 jaar verder. En we doen het nog met heel veel plezier.
genomineerd voor de Herman Krikka-prijs. Wat vindt u daarvan? Dat was een grote verrassing. En ik ben daar best wel trots op. En wat heeft u zo gemaakt voor de openbare ruimte? Dit was een van de eerste dingen voor de openbare ruimte. Meestal, ik werk wel veel ook in opdracht. Portretten en andere kleinere dingen voor bedrijven. En zoals bijvoorbeeld deze vastgoedprijs. Maar dit was echt een groot beeld. En dit beeld is wel heel speciaal. Want het heeft voor heel veel mensen een zeer grote emotionele waarde. En ja, dat is heel mooi dat je daar toch een klein beetje in bij hoopt te dragen. Van dat het een beetje troost kan geven voor de mensen. Want dat was eigenlijk de bedoeling. Maar dat gaat over gestorven kinderen. Ja, een monument voor overleden kinderen. En ja, dat is toch een heel moeilijk moment voor mensen. Heel begrijpelijk. En ja, je probeert je daarom een beetje in te leven in zo'n opdracht. En mee te voelen. En het is toch iets van troost bieden aan elkaar. En dat wilde ik dus in dit beeld verbeelden. En je buigt het werk dan ook weer terug naar waar je zelf mee bezig bent, met lichaamstaal. Dus dit beeld geeft een indruk van troost geven aan elkaar. En het is ook, al heeft ook als basis een hart. Zeker mag het licht uit, heel graag zelfs. Nederland is een van de lichtste landen ter wereld. Vanuit de ruimte kun je zien wat een enorme hoeveelheid kunstlicht er door ons land geproduceerd wordt. Dat kan beter, dat kan gezonder, dat kan duurzamer. En het mooie voordeel daarvan, dan kunnen we eindelijk weer eens genieten van die pracht van de sterrenhemel. Dus ik zou zeggen, doe allemaal mee en ga naar nachtvandenacht.nl. Ze gaat steeds meer achteruit. Vroeger speelden we nog wel eens een spelletje. Maar dat gaat nu niet meer. Anderen praten er niet over. En dat vind ik best moeilijk. Mama is er binnenkort niet meer. Ik hoop dat het voor mij niet te laat is. Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Thank you.
Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Op het parkeerterrein van de voormalige textielfabriek Ten Kate in Almelo werd een kofferbakverkoop gehouden. Het weer bleef goed, dus alles kon buiten blijven. Er was ook nog de mogelijkheid om in de ateliers van de kunstenaars de kunst af te kijken. Living room, bedrooms, dinettes. Oh yeah, you can find them at the market. We talking about flea market. Montgomery, it's just like a mini mall. Oh yeah, come shop with us. I said flea market, Montgomery, it's just like a mini mall. Hey, hey, you heard me, come shop. Living rooms, bedrooms, dinettes. We got it, you need it, you'll find it. It's just like a minimal. Waarom een kofferbakverkoop op Indië? Indië is een heel mooi gebied aan de rand van het centrum. En daar kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden. En de eigenaar te Stegen Vastgoed is daar een warm voorstander van. Dus wij hebben hier een atelier om mijn kunst te maken. En ik vind het leuk om te organiseren. Vandaar deze kofferbakverkoop, om veel mensen te laten weten dat Indië een heel mooi gebied is. Maar ik zie hier ook veel bezoekers. Het levert misschien wel cursisten op, is dat zo? Ja, ik hoop ook dat er een aantal cursisten komen. Ik geef beeldhouwcursussen, beeldhouwen in marmer. En dan kunnen mensen dus leren hakken in marmer. En na een x aantal weken hebben ze een mooi beeld zelf gemaakt. Flea market, Montgomery, it's just like a mini mall. Hey, hey, living rooms, bedrooms, dinettes. Oh yeah, you can find them at the market. We talking about flea market, Montgomery. It's just like a mini mall. Wat ga je met je verdiende geld doen? We gaan misschien uit eten of we gaan naar een pretpark. Op uitnodiging van Tubantia liepen 25 lezers van de Westfalische Nachtrichten uit Gronau afgelopen zaterdag een stadswandeling door Enschede. De 25 Gronauers kwamen 's ochtends aan op het station in Enschede. En ze kregen vervolgens een rondleiding door een stadsgids. Dan kunnen ze daar die kerkje zien. En die kerkje die staat ganz genau in de midden. Also dan kunnen ze een einschätzung maken wie groß en zeer waar dan was. Ja, veel mensen zeiden dat ze aan plekken waren waar ze nog nooit geweest zijn. Dat ging mij ook zo. Ik heb er ook een paar dingen waar je langs loopt, maar waar je helemaal niet realiseert wat er eigenlijk is. En mensen zeggen, als we hier in Enschede zijn, en dat zijn die mensen allemaal, dat ze toch af en toe de grens overgaan. Maar dan lopen ze toch altijd dezelfde routes, dezelfde straatjes en gaan nooit naar links of rechts en kijken vaak nooit naar links en rechts. Bijvoorbeeld Concordia. Wisten we helemaal niet dat het zo leuk is hier. Hè? En van die reacties heb je toch meerdere gehad. Dat we näher liegende Enschede mir anschauen. En ook einmal sehen, wie leben die mensen eigenlijk dort? Wat is den mensen dort wichtig? Also man beachtet das eigentlich zu wenig. Ich wusste gar nicht, wie klein Enschede früher war und wie es organisiert war mit den kleinen Ringen und den Kanälen drumherum und wie groß es jetzt ist. Er was grote animo direkt. We hadden 25 plaatsen en die waren in principe direct weg. We hadden ook nog een lange wachtlijst die ook nu nodig was omdat een paar mensen toch ziek geworden zijn of om andere redenen niet konden. Maar de mensen waren wel enthousiast en was een goede grote navraag. Was ich interessant fand, war der Neubau des Krankenhauses. Davon hatte ich jetzt noch gar nicht gehört. Auch wie es so von innen ausgestattet ist, war für mich neu. Der Neubau des Theaters. Überhaupt so durch die alten Gassen zu schlendern, das habe ich ewig nicht gemacht. Sehen wir Sie mal wieder in Enschede? Auf jeden Fall, gerne. Ieder jaar in september wordt er fel gestreden om de titel Schutterskoning van de Haaksbergse Schutterij. Wie is in 2016 de nieuwe Schutterskoning of koningin van Haaksbergen? En wie wint er bij de jeugd? Goedemorgen. Geacht koningspaar, Benno en Alita Lankeert. En jullie hofhouding, Peter en Astrid Lankeert. Prins Jitte ten Asbroek en zijn prinsesje Marlen ten Asbroek. Een bijzonder woord van welkom voor mevrouw Van Spiegel. Schuttersvrienden en vriendinnen.
De Haaksbergse schutterij heeft dit jaar de respectabele leeftijd bereikt van 231 jaar. Gisteravond hadden we een zeer gezellig feest in de tent. Hadden misschien nog wat mensen bijgekund, maar al met al was het een geslaagde avond. Strijd is gestreden. De nieuwe koning en prinses zijn bekend. Aanstonds zullen wij het koningspaar en het prinsenpaar voor 2016 inhuldigen. Alvorens hiertoe over te gaan wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken het koningspaar van het afgelopen jaar, Benno en Alita Lankeert, alsmede jullie hofhouding Peter en Astrid Lankeert, van harte te bedanken voor de wijze waarop zij hun taak hebben vervuld. Ook wil ik uiteraard onze prins Gerard ten Asbroek en zijn adjudante Marlin ten Asbroek bij deze dank betrekken. Ooit was de Haverstraatpassage een van de mooiste en bekendste winkelstraten van Enschede. Maar een paar jaar geleden was het wel anders. Een vervallen straat met veel leegstand. Tegenwoordig vind je er bijzondere winkeltjes die niet in elke stad meer tegenkomt. De opknapbeurt van de straat werd gevierd met een feestje. Tada! Tada! Ja! Ja, dit is echt geweldig. Twee jaar geleden ben ik ook hier bij de ondernemers op bezoek geweest. Toen hebben we met elkaar een broodje gegeten. Toen ging het niet goed met de Haverstraatpassage. Veel dichte winkels, rolluiken. Het zag er ook niet overal even fris uit. En toen was er eigenlijk een soort noodroep van jongens, we moeten wat doen aan deze straat. We zijn nu twee jaar verder. Het is gewoon de populairste straat van Enschede als je kijkt. Hè. In hele korte tijd 8 nieuwe winkels. Maar ook allemaal unieke winkels die echt iets nieuws doen, iets eigens doen, soms een beetje eigenwijs of bij de hand zijn. Ja, dat past perfect bij Enschede. Dus ja, ik ben hartstikke trots. Geweldig. Als je kijkt hoe dit er nu uitzit in Enschede. Zo'n ontzettend leuk straatje. Daar gaan mensen altijd voor naar andere steden. Dat hoeft niet meer. Je kan nu gewoon in Enschede blijven en in hele leuke originele winkeltjes inspiratie opdoen en je aankopen doen. Dus helemaal blij mee. Ja. Zeker dit gedeelte wat echt upcoming is. We hebben allemaal eigenwijze winkeltjes met eigenwijze ondernemers. En ik denk dat we echt een goede impuls aan Enschede Haverstraatpassage geven. Goed voorbeeld, goed volgen en daar gaan we voor.
En tot slot nog even dit. Op 16 en 17 september 2016 wordt de 30ste editie van de internationale Twentse Kennedy Mars Haaksbergen gehouden. De voorbereiding van het populaire wandelevenement is in volle gang. En u kunt nog meedoen. Kijkt u mee naar de promo? Nou, die van vorig jaar is erbij. Heel veel succes. Heel veel wandelplezier. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je trouwens dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 1 Twente Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 1 Twente Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.